Duizenden jaren komt hij al voor op de kaart. En zelfs de Romeinen, die wisten er al raad mee. Voor de komende periode in de spotlights. De anchovis. Echt groot en angstaanjagend, dat is hij natuurlijk niet. Maar des te meer, als jij 1000 jaar al op een menukaart voorkomt. Hey, dat wil wel wat zeggen over de kwaliteit van het visje. De anchovis laat zich kenmerken door een zwarte groene rug die overloopt in de witte zilverachtige buik. Hij heeft een licht afgeknotte snuit. Kenmerkend is zijn korte onderkaak. 139 soorten kent dit beestje wel, allemaal familie. Hij is familie van de straalvinachtige. Dat houdt in dat de kraakbeen in zijn vingers zit. En hij behoort tot de orde van de haringachtigen. Ze komen voor in hele grote scholen. En waar komen ze dan ook voor? Ze komen voor in de Middellandse Zee, in de Atlantische Oceaan, in de Zee van Azov, dat is een meer in Rusland. Maar met name, dat is helemaal leuk, in de zomerperiode, als je zich gaat voortplanten, dan trekken ze massaal langs België, Frankrijk, Nederland heen om hier voort te planten. En als we het toch over de voortplantingsperiode hebben, juli tot en met september is de voortplantingsperiode van de anchovis. Hij wordt gevangen, ook hoofdzakelijk met een pur seining. Nou, dat is een schip die gaat varen, die gooit ze net uit en gaat als het ware helemaal rondom de school heen varen. Dan trek je zijn netten aan de onderkant samen en je hebt als het ware een hele grote emmer. Alle vissen die zitten daarin. Dus de anchovis is zeer zeker een hele duurzame vis. Even een tipje van de kenner. Als je verse anchovis wil bemachtigen, let dan op dat je een mooie, frisse, visse kop hebt. Hè? Dat houdt dus in dat de kop hier moet niet rood zijn. Dus heel simpel schoonmaken. Met je vinger bij zijn gat licht douwen. En je trekt als het ware gelijk met je nagel alles er al uit. Je vouwt hem open naar achteren. Je pakt zijn graatje, je breekt hem even. Trekt het hele graatje met alles eruit. Ja, en weet je, je houdt van anchovies of je houdt er niet van, hè? Maar een beetje olijfolie, peper en zout en misschien een citroentje eroverheen. That's it. Hoe simpel kan het zijn? En dat hij tot die familie van de haringachtige behoort. Nou, een duidelijke haringsmaak hoor. En zelfs rauw, hè? Echt top. Je kan hem roken, pekelen, zouten, inleggen. Weet ik het wat. De duvelens oude moer. Frituren. Een heel veelzijdig visje. Dus koks, ik zou zeggen, voor de komende periode natuurlijk weer heel veel kookplezier toegewenst met de anchovis.